Jimmy. Jolly, Charlie. Rope it for you, Jim. Don't know where you went, did you? Black shit about your head, tell us what do you need. Is het Beatledorp Blokker. Luisteraars, goedenavond. 2.500 Beatle-fans waren vanmiddag in de Veilinghal op Hoop van Zegen hier in het Noord-Hollandse plaatsje Blokker bijeen om te luisteren en te kijken en vooral niet te vergeten te gillen voor de Beatles. U hebt ongetwijfeld gehoord van de waanzinnige taferelen die zich hebben afgespeeld tijdens de rondvaart vanmorgen door de Amsterdamse grachten. Ik moet u zeggen, zover is het hier nog niet gekomen, met de klemtoon op nog. Want de verwachting is, wanneer er vanavond 7000 van deze hysterische fans bijeen zijn, het enorm moeilijk zal zijn voor de organisatoren om deze massa in bedwang te houden. Vanmiddag om 1 uur waren de fans al in Blokker aangekomen met brommer, scooter, bus of fiets. Compleet in spijkerbroeken, leren vesten en allerlei andere Beatle-hemden, pruiken, hoeden, jurken, sokken en gaat u zomaar doei. Wat de Beatles nog nooit in hun roemrijke carrière hebben gezien, was een halfgevulde zaal. Waaruit u echter niet mag concluderen dat organisator Ben Essing en zijn festivalstichting een financiële strop hebben gehaald. Integendeel. Voor Ben Essing was de zaal wel uitverkocht. Want Radio Veronica, die muziekzender ergens op zee, had alle 7000 plaatsen voor de zaal al weken geleden opgekocht, in de veronderstelling dat zij deze via reclamespots in hun uitzendingen wel kwijt zouden raken. Vanochtend echter vertelde een Veronica-medewerker mij dat er maar 1045 kaarten waren verkocht. En de resterende 1500 kaarten zijn vanmiddag hier aan de kassa's in Blokker verkocht. Radioreclame schijnt zelfs niet geschikt te zijn om eigen artikelen, in dit geval plaatsbewijzen, aan te prijzen. Maar de 2500 fans waren ruim voldoende om de Beatles orkaanachtig te verwelkomen. De microfoons van radio, televisie en filmluisteraars zijn enkele ogenblikken voor het optreden van de Beatles van het toneel weggehaald. Dit in opdracht van de assistent-manager van de Beatles, die voor elke microfoon 5000 gulden, dat is een 5 met maar liefst 3 nullen erachter, eiste. Een en ander was overigens goed afgesproken met de assistent-manager, maar hij zei business is business, iedere microfoon 5000 gulden of anders weg. Ja, de Beatles zelf hebben ook niets te vertellen. Het zijn aardige jongens die alleen maar mogen knikken en zingen en de rest wordt gedaan door die manager. Siska Peters bijvoorbeeld wilde graag een fotoplaatje laten maken met de Beatles. De Beatles gingen ermee akkoord, maar de manager zei nee. Misschien dacht hij, misschien zit hij ook weer 1000 gulden in. De showbusiness, dames en heren, is hard. Het is weer rustig geworden in Blokker. Over enkele uren zal het jee weer losbreken. En voor een reportage daarvan hoop ik u om 10 minuten voor 10:30 bij u terug te komen.
Vanuit het inmiddels weer tot rust gekomen Beatle-dorp Blokkeren terug naar de studio in Hilversum. The song is called All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. That I feel safe, the lips I am missing, and hope that my dreams will come. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. Quiet. Quiet down a minute. Hold it. Now, that was specially. I see Mr. Titterman down here from the advertiser. That was to show you how Adelaide audiences appreciate things, you know, Harold. Now for these. We've been waiting. Stop! Now you're gonna be a good audience, aren't you? You're not gonna do silly things like they do overseas and everything. Please stay right where you are. Scream after the numbers. Please let's hear them sing. What can you say? Wait, I want complete silence. Complete silence. Shh. Complete silence. You can't say anything else, but ladies and gentlemen, the Beatles.
this next song, we'd like you to, we'd like you to join in, if you would. Will you join in? Hey? Good. Okay, then. All you've got to do is sort of just clap your hands on the beat and, or stamp your feet, stamp your feet. That's it. Yeah, very good. Okay, do that all through the song. The song's called Come By Me, Love. The Beatles, let's hear it. Please stay where you are. Let's hear it, brother. Once more. Thank you, everybody. Please, just one moment. Can you just sit down for a second? Even though, just a minute. No, shh, shh, shh. Even though you didn't do what I said, but it was marvelous anyway. And I tell you what, you're great because you didn't go mad and jump in the aisles and come up to the stage. Please, you're a fabulous audience. Adelaide has never seen anything like it. When you go out, quiet, when you go out, would you please go out to the right annex and the left annex and move right to the side. Nobody is allowed backstage, so please don't try. Thank you very much and good night. And don't forget, and don't forget who brought the Beatles to Adelaide. John Martins.